Vandaag gaan deze 8 kijkers een mega grote lege basis bouwen. Ik ben namelijk een supergoeie dief die hier een erg geheime schat wil stelen. Kan ik inbreken in deze lege basis van mijn kijkers? Dit is het moment om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Want anders komen mijn kijkers met al hun lege apparatuur jouw kant op. Jongens, welkom wederom. Daar staan jullie weer in een leger outfit. En wat is jullie planning? Verdedigen. Verdedigen. Nee, maar er is nog niks om te verdedigen. Dat is een beetje de ding. Oh. Nee, maar ook niks om gestolen te worden. Dat klopt. Kijk, ik heb mijn prachtige dievenskinnetje heb ik ook aan. En de mannen en één vrouw trouwens. Nou, die zijn ook ready om de basis te gaan maken en te verdedigen. Jongens, weten jullie al wat ik moet stelen? Of nee. Je mag niet stelen. Ja. Riccio's hart. Mag niet. De diamant. Riccio, ik ga je hart stelen. Komt goed. Jongens, ik wens jullie veel succes met bouwen. Willen jullie nog wat zeggen? Nee. Nee. Hoi, ik wil kaas. Ja. Oh, nee. Niet echt. Niemand wil kaas. Laten we beginnen. Alright jongens, daar zijn we dan. We staan hier op de auto. En ik sta hier met Doevoet, oftewel David, wat doe ik hier? Waarom staat onze auto half in de... Er is een boom op de auto gevallen volgens mij. Wat is er gebeurd? Ja, we zijn hierheen gekomen. Ja? Omdat een kostbaar item is dat we willen stelen. Maar... En ik ben helemaal corrupt geworden, speciaal voor dit item, om samen met jou te komen stelen. Oké, dus we zijn hier bij de lege... Alleen, was het de bedoeling dat zeg maar deze boom op de auto viel? Of... Ja, nee, dat is een kajakgeluk voor mij. Dat is ook niet handig wat jij dan gaat rijden. Maar oké, dus we moeten een bijzonder item moeten we hier stelen. Ja. Oké, en dat is, of wil je dat nog niet zeggen? Ja, dat zijn, nou, dat is een harde schijf van alle mensen die niet geabonneerd zijn op jou. Oké. Dat is goed. Dan gaan we die halen. Dat vind ik een hele goeie. Maar we zijn nu hier. Maar ik weet niet hoe we hieruit komen. Hoe we hieruit komen? Nou, ik zie hier al gelijk een hek met een bordje. Betreden op eigen risico. Ja. Ik weet, staat dat overal? Betreden op eigen risico. Nee, hier staat het wel gewoon normaal. Oké, nou, ik zie... We willen hier naar binnen, neem ik aan, toch? Ja. Dat is de bedoeling. Ja, dit is de lege basis waar jij het over had. Ja. Oké, ik zie daar al... wat zijn de straaljagers en... Hier is zo'n, ja, hoe noem je dit? Hoe heet zo'n pand ook weer bij het leger? Een hangar. Hangar, of niet? Hangar, ja. Ja, oké. Okay. Ja, we kunnen misschien proberen hier over de boom te klimmen. Volgens mij steekt deze boom een beetje uit. Ik weet niet of we door het hek heen komen. Maar dat is ook een mogelijkheid, ja. Als jij mij volgt, top. Kijk, nu kunnen we er overheen springen. We kunnen zelfs hier op de drip leaves, waardoor we telkens wat lager kunnen springen. Maar dan moeten we wel om de beurt, want drip leaves werken zo... Ja, je kan niet alleen op staan, oké? Okay? Of met z'n tweeën? Ja, ja. Zal ik eerst gaan of ga jij maar eerst? Oké. Ga jij maar eerst. Kijk. Okay. Oh, die springt gewoon in het water, dat kan ook natuurlijk. Dan doe ik dat ook maar. Ik dacht vet cool, we gaan parcouren over de dripleaves, maar dan springen we in het water, prima. Oké, we zijn in ieder geval nu hier beland, dat is top. Hier en nu? Outfitjes. Oh. Als je even eentje aan kan trekken, dan herkent het personeel jou hier minder snel. Ja, het is misschien niet handig dat ik een hele dieve outfit heb aangetrokken, want dat valt natuurlijk een beetje op. Ja. Dus wacht, ik trek wel gewoon even zo'n simpel outfitje aan. Zo. Hoppakee, kijk. Het is nu gewoon als... let niet op het masker dat ik nog op heb. Maar, ja, dat is gewoon... Ja, dit is een elite. Ik ben eigenlijk de elite, denk ik, gewoon van het leger, weet je. Oké, maar trouwens, dan sta je gewoon in zo'n hangar bij een tank. Damn. Ja, okay. Dat worden die nou helemaal gemaakt, hè. Mm-hmm. Oké, gaan we samen dit avontuur doen, of? Daar is dus de bruine omheining. De wat? Er is nu nog even pauze, maar straks... Wat is daar, zei je nou? Een bruine omheining. Daar, ik zie hem inderdaad, ja, in de verte. We hebben nu nog even pauze, maar als er straks wordt omgeroepen dat mensen weer aan het werk moeten, moet jij daarin gaan, oké? Daar binnen? Ja, daar binnenin. Daar binnenin moet ik heen gaan. Prima, dat kan ik. Ik kan daar naar binnen. Jij kan ondertussen nog even rondkijken. Dan ga ik alvast even wat voorbereiden. Ga jij voorbereiden, ik ga even rondkijken. Doei. Oké, jongens. Laten we even gelijk barrels openen. Omdat ik gewoon benieuwd ben wat er allemaal in barrels zit. Nou, helemaal niks. Maar open altijd gelijk kisten die je tegenkomt, hè. Dat is een goede tip. We zijn hier in de legerbasis beland, jongens. Ik ben samen met David naar binnen gaan. David, die werkt hier blijkbaar dus als militair. Maar hij is corrupt geworden, zei hij. En hij was heel open in. Ik moet even voorzichtig zijn. Mensen hebben nu pauze. Dat vind ik een beetje op de basis pauze. We lekker gewoon alles onbewaakt achterlaten. Maar laten we intussen even kijken of wij gewoon al dingen kunnen vinden die mensen hier proberen te verstoppen. Daar moeten we altijd rekening mee houden. Misschien kunnen we op een tank klimmen of zo eventjes. Denk het niet, maar laten we vast even spieken of ik mensen kan zien. Ik zie wel nametags hier en daar, dus daar moet ik voor oppassen. Dus er zijn wel mensen hier, ik ben niet alleen. Een button op de grond, dat doet niks. Oké, kijk, je kan daar naar binnen. Oh, hoe kom ik op de tank hier? Als ik erop kom, kijk jongens...
Dan moet ik even trouwens heel voorzichtig zijn. Kijk, ik zie, daar zie ik een ladder. Dat betekent dat je naar binnen kan in de tank. Dat moet ik even onthouden. Ik weet niet of ik dat nodig ga hebben, maar stel ik moet deze hele basis op, kapot schieten. Dan kan ik misschien de tank in. Attentie, attentie. Iedereen terug naar uw post. Ik herhaal. Iedereen terug naar uw post. Dank u. Oké, iedereen moet terug naar de post. Dat betekent, zodra dat gebeurt, moest ik daarheen, volgens mij. Laat ik dat nu dan gelijk doen. Ik ga gewoon rennen. Ik ga er gewoon voor. Oh mijn god, volgens mij is iedereen wel onderweg naar een post. Ik weet niet wat het is hier allemaal. Hey. Oh, dat is David. Oh mijn god, ik zit me helemaal kapot. Ja, ga jij maar even daarheen. Als je me nodig hebt, kan jij me vinden in de slaapplekken. Is goed. Daar, sergeant. Doei. Hallo, soldaat. Hoi. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Waar is jouw helm? Vergeten. Idioot. Hallo, wie ben jij? Ik ben klaar. Ik ben nieuw hier, ja. Ik werk hier sinds kort. Ik geef 8. Oké, het lijkt mij duidelijk waarom jullie hier zijn. Ja. Jullie gaan deze parcours afleggen. En alleen dan krijg je een lintje. Oké, ik wil graag een lintje, dus zeg maar waar ik moet beginnen. Daar, je moet hier doorheen kruipen. Oh jee. Oké, dit is dus allemaal voor een lintje en meer niet ofzo, of? Ja, ik krijg hier een lintje voor. Wat wil je anders dan? Rustig, oké, ik ga al. Jemig. Ah, dit is prikkeldraad, joh! Die heb ik niet voor getekend toen ik bij het leger kwam. Hé, Kees, een stokje, die ga ik meenemen. Mevrouw. Oh mijn god, ik moet door de modder. Ik durf niet. Schiet op! Ga er doorheen! Ik zit vast! Nee! Help! Mevrouw, kan je die bel weg... Of sergeant, kan je die bel weghalen? Watje, hoezo? Ik kan het toch wel niet langs? Mevrouw, ik vind het een beetje eng. Nu moet je hier over balanceren. Kom op vast, Po. Goed zo, kom. Kijk, dit doen we samen, oké? Ben je ook nieuw hier? Ja. Ja, kom maar mee. Kom, dit doen we samen. Moet ik hier over balanceren? Dat kan ik. Oh mijn god, ik viel er gewoon bijna af. Erop, hè? Hup, jij ook. In. Dat kan sneller. Nee. Sneller! Oh, hier, hoppa! Hoppakee! Je kan het van... Ik ging er serieus bijna... Oh, hij is eraf gevallen, sergeant. Jij niet, Snut. En nu? Ik heb het gehaald. Moet ik het nog een keer doen? Nee, jij mag het volgende parcours gaan doen. Ik wou net zeggen. Ik heb het al gehaald. Oh jee, wat is dit? Oh nee, dit is hoog. Ik weet niet of ik dit durf voor... natuurlijk. Heb je nou hoogtevrees? Nee, natuurlijk niet, joh. Ik ga erop hier. Hoppakee. In één keer, hè. Let op. Zo. Dan kunnen we hier op het laddertje. Oké, je kan het... Ah, hoezo ben je nog daar? Je ziet al wie de betere is, sergeant. Hele slechte kadet. Je bent een echte slechte kadet. Je kan het. Kom op. Gewoon doorlopen. Juist. Hij heeft het gehaald. Dit is nog hoger, mevrouw. En hier moet ik... Oh mijn god, wil je dat ik dit sprongetje haal? Hoe moet ik dit sprongetje halen? Kom op. Oké, komt-ie. Oh, dat was best wel makkelijk. Oké, je bent achter me, vast. Kom op, blijf springen. We kunnen dit samen. Ik ben hier ook nieuw. Ik werk hier. Ik ben hier totaal niet aan het inbreken met de bivakmuts op mijn hoofd. Ik beloof dat ik ook hier werk en dat wij samen elke oorlog gaan overleven, oké? Ja, oké, komt-ie. Oh, ik haat deze sprongetjes echt. Moet ik dit echt doen? Ja, hup. Oké, ik ga al. Ik heb niet gehaald. Het spijt me enorm. Straf me niet. Je kan echt niks. Nee, jij niet. Doe het maar opnieuw. Opnieuw. Ik vind het leger helemaal niet leuk. Ik wil terug naar huis. Je eigen schuld. Ik ga echt niet bij het leger. Oké, jongens, komt-ie. We moeten dit even halen. Ik weet niet waarom heeft David mij hierheen gestuurd. Ik was hier om wat te stelen, niet om het parcours te halen. Ik heb het weer niet gehaald. Ik ga het al nog een keer doen. Ik zweer het, als jij het eerder dan mij haalt, hè, of dan ik, dan word ik echt boos. Ja. En nu? Moet ik op die bel klikken? Ja. Dat is, kijk hoe ver die bel is. Dat kan ik toch niet halen? Kijk hoe ver dat is. Ik ga mijn probleem opschieten. Ja, ik heb het geraakt. Goed zo. Hoppakee. Ik ben beter dan jij. Goed. Ik heb het niet gehaald. Competitief. Ja, jij mag het nog een keer proberen. Wat krijg ik mijn linkje nu? Ja, jij krijgt nu je lintje. Wat is dat dan, die hoge toren? Wil je dat ook doen? Nou, liever niet, maar ik accepteer mijn lintje al. Hier, ik heb hem. Waarom is die roze? Ik ben trots op mijn lintje. Het maakt niet uit dat die roze is. Ja, dat dacht ik al. Je training is klaar. Je mag gaan rusten. Ik ga rusten. Ik ga zeker rusten. Ik heb het niet gehaald. Nog een keer! Jemig. Oké, jongens, laten wij... Oeh, daar hebben we David. Oké. Ik heb mijn lintje, was leuk. Collega. Ja, ik weet niet hoe je elkaar noemt in het leger. Ik zeg maar gewoon collega, maar volgens mij noemen we elkaar mensen. Hoe noemen jullie elkaar? Leer. Oh jee. Wat houdt het in? Alarm! Wat moet ik doen? Verstop! Hallo, niet... Maat, ik weet niet hoe elkaar mensen noemen in het leger. Wat is dit? Waar ben ik? Naar boven! Oké. Oh, slaapplek. Oh, we moeten hier staan zeker, of niet? Is dit mijn bed? Ja. Oh, waar moet ik staan? Oké, ik ga wel gewoon staan. Oké, prima. Ik wacht hier wel gewoon. We moeten nog even wachten tot het zo over is. Waar heb je het over? Alarm. Ja.
Maar waarom gaat het alarm? Ja. En waarom moet ik volgde jou gewoon, maar ik weet toch niet wat ik moet doen. Ik weet niet eens waar het ligt, want ik heb zo weinig informatie. Ik heb een lintje verdiend. Oh, daar komt iemand aan. Volgens mij was het een oefenalarm. Ik denk dat jullie weer verder kunnen. Dankjewel, meneer de andere soldaat. Ja, soldaat. Het is onhandig als je dat vergeet. Heb je het gehaald? Je noemt elkaar soldaat, dat was het. Ik niet collega. Kijk, kan je me even iets meer informatie geven, David? Want ik ben hier, maar ik weet gewoon niks. Ja, dat snap ik. Het is goed dat jij dat lintje hebt gehaald. Want de meeste plekken, daar zou je niet in kunnen zonder lintje. Dus bijvoorbeeld die bovenste, daar kan je niet in zonder lintje. Ik snap hem. Sommige hangaren kan je niet in zonder lintje. Dus het is heel volledig dat je dat lintje hebt gehaald. Ah, oké. Dus de bedoeling is dat ik de lintje... Zijn er meerdere lintjes die ik kan halen? Nee, je hebt nu één lintje. Daarmee kom ik binnen. Ja, maar raak hem niet kwijt. Oké, dat komt goed. Weet jij waar het ligt? Waar ik heen moet? De harde schijf? Of moet die gewoon zelf uitzoeken? De harde schijf zit in de bunker, maar die moeten we eerst nog open zien te krijgen. Ik ga wel gewoon... Kom wel goed, oké? Ik doe mijn dingen. Oké, dankjewel. Tot zo. Oké, jongens, ik weet een beetje hoe en wat. Ik ga nu gewoon doen alsof ik een soldaat ben die mensen van hun post moet... Ik zie daar boven iemand staan namelijk. Wat is dit? Toren 1. Kom ik hier binnen met een lintje of zo? Of nee, deze toren is dicht, dus hier kom ik niet binnen. Die toren is open. Staat er ook iemand boven of... Nee. Oké, laten wij dan even naar boven gaan, jongens. Laten we deze toren kijken. We gaan overal alle informatie krijgen die we nodig hebben. En daarmee kunnen we misschien dus de bunker in. Want hij beweert dat in de bunker ligt de harde schijf. Dus laten wij dat doen. Oh mijn god, ik kan hier toch niet heen. Moet ik die ladder? Moet ik daarop springen? Kan dat? Is dat een sprong die ik kan halen? No way. Weet je wat? Ik kom later terug in deze toren. We gaan eerst naar deze hangar, want daar staan mensen. Goeiedag, soldaten. Jemig, rustig aan, soldaat. Je mag niet in. Hoezo? Ik heb letterlijk net met jou getraind. Je bent net zo nieuw als ik. Nee, ik zal niet naar binnen gaan. Prima. Kijk, dan gaan we dus wel naar binnen uiteindelijk, jongens. We gaan even bij de andere bunkers of de andere hangaars kijken. Deze is helemaal dicht. Waar is de bunker waar hij het over had? Laten we die even zoeken in de tussentijd. Terwijl we hier toch bezig zijn. Er is hier volgens mij... Wat zag ik hier nou? Ja, hier zag ik ook allemaal groen. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt wel gewoon op een... Oh, volgens mij is dit een neergestort vliegtuig. Zullen we binnen even inspecteren of we iets kunnen vinden? Ik heb een stok gevonden en een lintje heb ik natuurlijk. Oké, hier kan ik verder niet doorlopen, dus hier is niks. Dan is dit misschien gewoon monumenteel geworden of zo voor hun, dat het een soort monument is voor de legerbasis hier. Wat is dit? Wat is dit voor rare... Oh, zou dit de bunker zijn? Volgens mij is dit de bunker, hè? Oh, ja, 100% is dit de bunker. 100%. Oké. Item hoppen, daar moet ik denk ik wat in doen, maar ik weet nog niet wat. Hier ligt een redstone systeem. Waar gaat dit helemaal heen? Dit gaat helemaal daarheen. Oh, daar staat... Wat is dat dan? Oh mijn god, dat lijkt op zo'n detonator. Weet je, dat je een soort van dynamiet hebt en dat je zo... Tzoom, dat je hem in moet drukken. En dat dan het... Oh mijn god, ik moet je sowieso dit laten ontploffen. Dit is de bunker, maar dan moet ik TNT hebben. Hoe ga ik daaraan komen? Laten we even verder kijken. Laten we even teruggaan naar de slaapverblijven, jongens. Want net waren er allemaal mensen... Oh, nu... Oh, David is er nog steeds. Prima. Laten we even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Wat voor spulletjes in de kisten. Hey, hallo. Ik kom hier om even wat eten te halen, joh. Tot zover kan ik nog niet zo veel nuttigs vinden in de hangar. Dus ik denk dat ik geforceerd word naar de toren daarboven. Dat ik toch daarboven even ga kijken. Oh, hier kunnen we de tank trouwens ook op. Oh, niet in. Ze hebben een wisseling van de wacht gedaan. Oké, nu staat zij er. Haar vind ik echt eng. Dus we gaan niet naar haar toe. Oh, ik heb hier waarschijnlijk een lever voor nodig voor deze toren. En misschien dat we die dan toch in die andere toren kunnen vinden. En dan moeten we het moeilijke parcours moeten we toch doen. Oh, ja, dat moeilijke sprongetje is gehaald. Oh, nice. Oké, en dan hierheen. Dan, oh, mag ik die sprong halen? Ja, oké, dat ging. Dan dit laddertje hier. Dat is ook makkelijk. Dit laddertje hier. Sprongetje hier. Dat is echt een hele irritante sprong. Oké. Oh, maar er zit zo'n blokje boven mijn hoofd. Ja, oké, gelukt. Hey, we zijn al boven. Oké, wat kan ik hier vinden? Toren 1 sleutel. Oh mijn god, volgens mij was dat toren 1, hè? Ja, dat was toren 1. Hallo, ik geef 8. Ik zei het te bewaken. Ik moet even doen alsof ik een bewaker ben, jongens. Gewoon even inspecteren. Het is namelijk, ik moet niet verdacht lijken. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn bivakmuts op. Maar ik moet niet verdacht lijken verder. Dus ik ga gewoon... Kijk, hij kijkt niet meer mijn kant op. Dan kunnen we weer weg, top. Ik moest even doen alsof ik hier ook gewoon een bewaker was. Zo, snel maar naar binnen. En dan zo snel mogelijk naar beneden om naar die andere toren te gaan. Naar hem. Ja, we hebben hier lijken bosbest. Moet ik voor oppassen. Die liet me net niet naar binnen. Oké, die gaat de tank in. Toren 1 is dit volgens mij, toch? Ja, toren 1. Oké, laten we dan hier... Zo, hoppakee, doen we hem open. Zetten we in toren 1 en laten we dan... Oh, zeg maar niet dat het hetzelfde... Het is hetzelfde parcours. Maar ik heb hem geoefend, jongens. Ik heb het parcours geoefend, dus geen zorgen. Dit gaat lukken. Hier, als het goed is... Hebben we het gehaald? Ja, oké. Moet ik oppassen. Oh, hey. Hallo, soldaat. Ik kom de... Ja, tuurlijk. Ik moet de wacht overnemen hier. Oh,
Dat was makkelijk. Dat geloofde hij snel. Ik hoef niet eens mijn best te laten doen. Ik hoef alleen maar Lintje te laten zien dat ze zeggen dat ik de wacht over zou nemen. Dit is een dagboek. Dag 1. Vandaag ben ik verdwaald geraakt in deze bunker van deze basis. Oeh, volgens mij is dat die bunker daar helemaal achter dat, ja, dat trainingsgebied. Ik heb met dynamiet uit de opslagloods de deur opengeblazen, maar weet niet hoe ik nu verder moet. Dag 2. Oké, de opslagloods is volgens mij diegene die bewaakt nu wordt door Elite Pester en Pampijn. Oh, Pampijn stond net hier. Vandaag hoorde ik iets in de verte. Mensen, iets over een harde schijf over mensen die niet geabonneerd zijn. Wat een moeilijke zin. Heel apart. Ja, mensen die niet geabonneerd zijn is heel apart, jongens. Je moet gewoon even abonneren. Ik was hier eigenlijk gewoon voor de rust. Hoezo op een lege basis voor de rust? Oh, dag 5. We zijn in één keer 3 dagen verder. Vandaag kwam ik in een robot. Kwam er een robot langslopen. Ik denk dat hij vastliep, want hij kon alleen ik houd van groen zeggen. Oh nee, zeg niet dat Fred hier ook is zetten. Deze man heeft wel dyslexie. Dag 7. Niks interessants. Prima. Dag 109. 109. Eindelijk heb ik dit dagboek teruggevonden. Dus kan ik morgen weer wat interessants schrijven. Dag 110. Vanochtend begon de dag met een hoop gerommel. 'S Middags. Oh, en daar eindigt het. Oké, nou, het is een heel verwarrend boek. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar laten we even kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Ik weet in ieder geval dat ik naar de loods daar moet. Waarom staan zij nu ineens daar? Dag, collega-soldaten. Hallo. Hallo. ik moet daar 100% naar binnen. Jongens, dat weet ik zeker. Als ik daar binnenkom, dan... Hi, David. Oh, zeg maar, David moet de wacht overnemen. Misschien dat ik dan binnenkom. Verder is hier niks nuttigs hierboven. Ik denk dat ik alleen het dagboek nodig had om te checken dat ik in die loods moest zijn. Want hier buiten is niks. Nee, oké. Is dat het denk ik voor hier? Ik neem dit boek neem ik mee. Dagboek Piet de Verscheurde. Wie is Piet de Verscheurde? Oké, verder heb ik hier volgens mij niet zoveel te zoeken. Dus laten we weer naar beneden gaan, ouw. Doe de deur weer dicht. Hey. Hallo. Wil je eerst iemand oproepen om de bewaking over te nemen voordat je de tol verlaat? Dat zou ik voortaan doen, soldaat hier. Maar de wisseling is er al. Ik had Fastpo geregeld. Ja, okay. Doei. Kijk, hoppakee. Oké, jongens, ik moet voor een of andere reden moet ik hier naar binnen komen. David, kun jij mij overnemen? Nu? Ja. Oké. Okay. Ik kom helpen ermee. Hier is mijn lintje. Is goed. Heb ik jou verdiend. Top, dankjewel. Moet jij niet hier buiten blijven wachten? Hallo, daar staat straks niemand. Laat jij hier buiten wachten. Ik ga wel kijken. Prima. Wat is hier allemaal? Ik zie hier onder het voertuig gelijk een dynamietstaaf. Oké. Damn. Maar kijk wat ik nog meer kan vinden. Ik heb heel snel dynamietstaaf gevonden. Ja, soldaat. Ik heb de wacht hier hoor. Doei. Dat doen ze makkelijk hier. Ja. Daarachter zie ik ook nog wat. Maar laten we toch nog even alles. Nog een dynamietstaaf. Dat zit hierin. Nog een dynamietstaaf. Emergency horn. En de emergency horn zelf. Wat staat er in het boekje? Als deze wordt gebruikt, zorg dan dat je als guard zo snel mogelijk naar de desbetreffende locatie komt. Deze horn wordt namelijk alleen in noodgevallen gebruikt. Oh, die gaan we meenemen om mensen weg te lokken. Dan hebben we nog een kistje. En nog een dynamietstaaf. Dan hebben we er al 4. En een dynamiet... Oké, prima. Laten we nog even al deze kisten een keertje checken. Hé, nog een dynamietstaaf. Waarom bewaren ze dat hier gewoon zomaar random in de loods? Oké, is er in de auto nog iets dat ik moet hebben? Volgens mij niet, hè. Volgens mij heb ik alles nu wel gehad. Oké. David, ik heb 5 dynamietstaven en ik heb een... Ja, de waarschuwingshoren is dat. Top. Ik denk het alarm. Die kunnen we misschien gebruiken, want ik heb de dinges gevonden, de bunker. Ik denk dat we die daar moeten plaatsen, want ik heb namelijk ook al een... Ja, ik weet niet hoe zo'n ding heet, waar je mee je dynamiet opblaast. Ook niet zomaar in mijn handen hebben. Worden in de gaten gehouden. Werk. Ja. Pistolen, ja. Kogels en pistolen. Ja. Mm-hmm. Ja. Kan jij anders nog voor eten zoeken in de slaapzalen? Want ik heb gehoord dat het was bijgevuld. Dan ga ik even de bunker voorbereiden. Doe jij dat? Ik kom daarheen, oké? Tot zo. Wacht, wat trouwens, dat kon niet zomaar weglopen. Dat is zo eerder tegen me verteld. Oh. Ik mag niet zomaar de post verlaten. Hé, meneer. Kunt u misschien even de dag voor ons overnemen? Ah, dankjewel, ja. Tot volgende keer. Hallo, Bolspes. Ik ga maar vast. Ik kom eraan. Ga maar vast. Hallo, Bolspes. Neem, Ja, je hebt het leentje. Top. Ga maar. Goed zo. Goeie soldaat. Oké, jongens. Laten wij dan nu eventjes... dag, soldaat. Misschien dat hij de tank lukt met de tank repareren. Ja, hij heeft wat schade. Ah, succes. Ik ben bezig. Oké, top. Gaan wij snel even naar binnen. Moest blijkbaar eten halen. Ik weet niet waarom. Maar dat is bijgevuld. Nou, dan neem ik wel wat steak mee. Porkchop, wat brood, wat appeltjes. En laten we maar gewoon al het eten meenemen dat ik kan vinden. We roven het gelijk. Ja, we zijn hier toch als dief, jongens. Dus laten we net zo goed gewoon alles helemaal leeg roven. Zo, dan hebben we al het eten. En dan kunnen we nu de goede kant op gaan. Namelijk, laten we hier achterlangs. Oh, dat kan niet. We moeten wel voorlangs. Ja, het moet niet opvallen, jongens. Ik moet niet verdacht lijken. En ik probeer natuurlijk gewoon een beetje mijn dingen te doen. Maar dat lukt zover wel gewoon. Hé, ik ben er. Hey, ja. Als jij even je dynamietstaven in dat... Oh, dit stond er net allemaal nog niet, die TNT, of wel? Nee, ik had het voorbereid. Oh, mijn god. Waar moet ik het stoppen in het bakje hier? Doe het maar hierin, ja. Oké, prima. Komt die 1 en 2. Zo, het staat erin. Ja. En dan? Als jij even afstand neemt van de bunker en... Ga jij maar aanzetten? Ik zet hem aan. Oké, wacht. Hier heb je, voordat je dat doet, 2 seconden. Hier heb je... Ja, dat is zo'n ding. Zo'n... Hoe heet het ook alweer? Ja, opblaasding. Opblaasding. Prima, oké, blaas hem op. 3. Kom op, 3. Maar moeten we niet even een alarm eens laten gaan? Of zo? Nee hoor. Nee, maar is een ontploffing niet verdacht? Jij kan misschien snel naar de torens rennen.
naar het alarm af laten gaan en dan weer snel terug hierheen rennen. Moet ik helemaal naar de toren rennen? Ja, dan zijn ze weer weg. Oh mijn god, ik ga naar de toren rennen. Doei! Moet ik helemaal naar die toren rennen om het alarm af te laten gaan? Kijk, maar hij heeft me in de gaten. Hij is een goede bewaker die alles in de gaten heeft. Daar moet ik voor oppassen. En er is niemand hier die de loods bewaakt. Misschien dat ik zijn aandacht kan krijgen. Nee, trouwens, laat hem maar in de toren. Oké, ik ga het achter onder de toren ga ik het doen. En dan gaan we snel wegrennen. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Zonder dat het opvalt. Oké, Wouter is daar de tank aan het repareren. Hij staat hierboven, dus misschien is het niet handig als ik het hier doe. Misschien is het beter als ik het hierachter doe. Hier. En dan snel die kant op ren. Komt hier, let op, let op, let op. Oké, okay, rennen, 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 rennen. Alarm! 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 Oké, okay, wacht. Alarm, waarom gaan ze aan het rondrennen? Dus dat is niet alsof dat helpt, gewoon wat hij nu aan het doen is. Kijk, daar komt zij al aan. Zij is eng. Zij is ook eng. Oké, laten we terug naar de dynamiet gaan. Wat ben je rond, dom aan het rondspringen? Ga uitzoeken wat er is. Ja, mevrouw, de tank zit in de fik. Kijk uit! Oké, David, ik heb het alarm af laten gaan. Het zijn niet de snuggeste militairen, maar het werkte. Ik weet niet wat voor basis ik ben beland, maar... ja. Nu horen ze de explosie niet. Oké, ben je er klaar voor? Laat maar afgaan hoor. Ik denk dat ze het nog steeds horen, maar kom maar. Drie. Drie. Twee. Twee. Eén. Eén. Boom! Oh, zo. Goed zo. Oké, okay, snel naar binnen. Hoppakee, go, 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 go. Oh mijn god, waar zijn we? Wat is dit? Waar zijn we beland? 8, 5. Oh, dit is een code. Moet hij hou jij de wacht buiten? Ja, ja. Zeg jij dat hij gewoon, als er mensen langskomen, dat hij per ongeluk is ingestort of zo, weet ik veel verzinnen. Ja. Ik ga op onderzoek. Ja. Oké, jongens, we zijn in de bunker beland. En volgens het dagboek loopt hier dus een robot rond of zo. Of iets. En hij heet Piet, volgens mij. Maar hij is hier misschien ook nog, die Piet. Oh, wat is dat? Dus ik hoop niet dat ik mensen tegenkom hier in de bunker. En ik hoop voor helemaal niet voor hun dat ik hier tegenkom. Dat betekent dat ze hier lang hebben gezeten. Oh, dit is gewoon dicht. Dit is niks. Ja, dit is niks, hoor. Hier, het is ingestort. Dat is foutje. Ja. Al die aarde dat er overheen hangt, dat is niet goed voor de bunker. Ik moet door, ik verder naar binnen. Ik moet het repareren, ik moet naar verder naar binnen. Zo. Okay, top. Ja. Ik heb het in de hand. Doei. Ze gaan ook gewoon allemaal weg, hè. Ze accepteren het ook gewoon. Oké, we zijn hier dieper in de bunker. Dat zou ik zelfs goed ook niet meer kunnen horen vanaf hier. Oh nee, het is een soort doolhof. Nu snap ik dat hij hier zo lang heeft vastgezeten. Het is een doolhof. Maar meestal kan ik wel snel door een doolhof heen. Dus ik hoop dat ik nu ook geluk heb en er heel snel doorheen kom. Ik weet alleen niet wat ik nou zoek. Oh ja, de harde schijf. Maar die ligt in de kluis die we aan het begin zagen, denk ik. Maar misschien dat ik de code nodig heb van die kluis. En dat ik vandaar nu hier rond dwaal. Alles lijkt op elkaar. Maar hier ben ik nog niet geweest. Dit loopt dood. Wat mega. Kijk hoe groot het is. Het is zo mega groot hier. Gast. Oh my days. Het gaat alle kanten op. Het gaat echt onder de hele lege basis gaat dit gewoon. Man. Ik ga sowieso... Oh jee, wat hoor ik? Ik hoor iemand zeggen. Ik hoor eten. Iemand is aan het eten. Wie is er aan het eten? Ik denk dat ik ook een dagboek moet gaan schrijven, jongens. Want volgens mij ben ik ook verdwaald. Ik snap dat die Peter, heette die volgens mij. Of Piet, sorry. Dat Piet de weg kwijt is geraakt in dit megadol. Want ik ben het ook kwijtgeraakt. En ik weet niet eens wat ik zoek hier. Volgens mij een kluiscode of zo. Maar ja, ga ik die hier vinden? Wat ben ik überhaupt aan het zoeken hier op de lege basis? Maar ik heb wel die harde schijf nodig. Dat is echt daadwerkelijk één ding wat ik zeker weet. Ik heb de harde schijf nodig van mensen die niet geabonneerd zijn. Die hebben een groot probleem. Het is zo groot. Oh, er is iemand! Wie is dat? Waarom ziet hij er zo verstrooid uit? En hij is zombie vlees aan het eten volgens mij. Oh, maar deze, wacht. Ah! Hallo! Kijk, hallo! Kan je mij redden? Ja, ik zit hier al zo lang. Je eet even wat brood. Je ziet er een beetje bleek uit en je bent zombie vlees aan het eten. Neem even wat brood. Dat is ben jij Piet? Ja, ik ben Piet. Ik heb je dagboek gevonden, maat. Ja, dankjewel. Ik zit hier al zo lang. Waarom ben jij hier überhaupt? Wat doe jij hier? Ja, ik kwam hier ook inbreken. Voor wat? Voor ook de harde schijf? Voor de harde schijf, maar ik ben verdwaald. Wacht, weet je? Misschien kunnen we samenwerken. Ik kan hier jou uithalen, maar dan moet je ook wat voor mij doen. Ja. En dat is namelijk, heb jij een code voor mij toevallig? Misschien? Nee, ik heb geen code, maar als jij dat kan doen voor mij, ik heb wel dit. Wat is dit? Dat is... voor een tank. Oh, mijn god. Dat is voor... Ja, dan weet ik welke dit is. Dan denk ik dat ik weet welke dit is. Ik wil je de beste uithalen. Ja. Maar dan moet je me wel volgen, oké? Oké, ik ga volgen. Prima, volg me maar. Oh. Waarom? Maar jij werkt niet hier of zo. Hoe lang zit jij hier al? Ik zit hier echt al 110 dagen of zo. 110 dagen? Dat dagboek is letterlijk 110 dagen oud. Hoe is je daarboven terechtgekomen? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, volg mij. Ik hoop dat ik de route terug kan vinden. Ik ga mijn best doen. Maar kom mee. Het zit nog op zich nog wel vers in mijn geheugen. Adem komen. Jongens, ik kan hem ook gewoon achterlaten. I mean, ik heb de lever gekregen. Okay, kan je me bijhouden?
Ja. Als hij nog één keer moet stoppen om op adem te komen, laat ik hem gewoon achter, want ik heb toch al de lever. Dus kom maar mee. Je blijft hem volgen, hè? Ja, ik volg je. Okay, dan gaan we hierheen, dan gaan we hier naar rechts, dan gaan we hier door, gaan we hier weer naar rechts, dan gaan we nog verder door, moeten we weer naar rechts, dan gaan we helemaal door hierheen, dan gaan we naar links, dan gaan we hier weer helemaal door daar. Hoe heb je dit zelf niet terug kunnen vinden? Ja, mijn benen die zijn ook niet meer zo goed, hè? Nee, dat merk ik als je hier 110 dagen hebt gezeten. Weet je nog hoe daglicht eruit ziet? Nee. Nee, net trouwens niet op de bivakmuts die ik op mijn hoofd heb, hoor. Dat is de nieuwe stijl. Zeg maar, je 110 dagen heb je vastgezeten, weet je. Je kent mode al lang niet meer. Dat is de nieuwe mode. Dat is de nieuwe mode, een bivakmuts en zo onder je helm. Dus let daar vooral niet op. Kijk, als het goed is, dan lopen we het hier weer dood. En dan zijn we helemaal verkeerd gelopen. Maar dat was om even te testen of jij nog alles snapte. Joh. Mijn benen kunnen dit helemaal niet meer aan, joh. Ja, het is dat of achterblijven, hè. Kijk, daar zijn we. Oh ja. We hebben het gehaald. Daglicht. 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 Ruik je het al? Ruik je al de frisse lucht een beetje? Ja. Kom maar. Kom maar. Ik herken het nog. Ja, hier naar links. Ja. Daar is het. Het was alweer helemaal ingestort naar je. Oh, ik voel me niet zo goed. Oh, Wie ben jij? Ah! Piet! Nee! Piet is dood! Hoe kan dat nou? Meneer Piet. Pieten verscheuren! Nee! Waarom is Piet dood? Nee, ik hoop niet. Hij kon het daglicht niet aan. Hij kon het daglicht echt niet aan, denk ik. Nee, Piet! Nee. Wat moet ik met zijn hoofd? Ik zet hem op. Hier, dan lijk ik iets minder verdacht. Oké? Ja. Ik zet pizza overal op mijn hoofd. Oké, maar ik heb iets wat ik moet doen. David, blijf jij dit maar bewaken. Ik kom zo terug. Oké, jongens, volgens mij, de enige tank waar ik zeg maar zag dat ik in kon, was die daar. Oh mijn god, maar er staat een bewaker. Maar ik heb een lintje. Ik heb het lintje, dus dat kan ik laten zien. Ik doe alsof ik promotie heb gekregen, jongens. Je moet een beetje bluffen in het leven. Hey, daar hebben we Riccio trouwens. Riccio kon er niet bij zijn, dus daarom is er een eerbetoon naar Riccio gebouwd. Ja, soldaat, ik heb een promotie gekregen. Je moet zo snel mogelijk nu naar de hoogste toren daar gaan om daar de wacht over te nemen. Je hebt 5 seconden om hier op te roepelen, anders heb je een groot probleem. Dus, succes. Hallo. Waarom heb jij je helm niet op? Sorry, mevrouw. Ik zet hem zo snel mogelijk weer op. Sorry, mevrouw. Wat is zij eng? Ik had echt de oppermacht hier. En toen zij aankwam, toen werd alles gelijk helemaal weggeswiped voor mij. Oké, maar laten we even zo snel mogelijk kijken. Hey, dag, collega. Ik kom deze tank even inspecteren. Kijken of alles goed werkt. Ja. Top. Kijk. Kijk, hier hebben we de koper, jongens. Dan kunnen we dit hier plaatsen. Dus zo, dan kunnen we naar binnen. 1 plus 5 plus 7. Oké, die gaan we meenemen. En knopje hier, knopje daar. De loop. Nee, correct. Deze tank hoeft niet aangekeken te worden, hoor. Hij loopt. Hij doet het goed. Prima. Hij doet het helemaal top. Denk ik. Ik krijg geen tanks. Oké, jongens, laten we dan nu met dit gaan. 1 plus 5 plus 7. Waarom ligt dat in de tank? Oké, David, ik denk dat ik de code heb. Dus ik ga je terug naar binnen om te inspecteren. Ja. 1 plus 5 plus 7. Dat is dus 1 plus 5 plus 7. Maar dat is dus niet. Dan moet ik het daadwerkelijk optellen om de code te krijgen. 1 plus 5 plus 7. Ik had 1, 5, 7. Of moet ik het optellen? Kijk, dus dan kan jij eens in kijken. 1 plus 5 plus 7. Moet ik dan denken aan gewoon daadwerkelijk het getal 13? Ja, misschien moet je 8 plus 9 doen. 8 plus 9? Wat? Ja, daar kom je ook goed uit waarschijnlijk. 8 plus 9? Ja, ik ben niet naar school geweest, sorry. 8 plus 9? Ik snap hem niet. 8 plus 9. Ja, dan heb je 18. Dat is het 1, 8. Oh, dat ben ik niet. 1, 5, 7. Wacht even, ik ga even nadenken. Wow, dit kan op, is zo simpel. Het is 13 natuurlijk. Maar ja, of is het dan 1, 3? Dat zou ik heel raar vinden. Misschien moet je het sneller doen. Sneller? Ja. Komt-ie. 1, 5, 7. Ah, ik miste. Komt-ie. 1, 5, 7. Oh! Wow! Het ging gewoon om het tempo. Ik had het al gewoon goed. Oké. Okay. Pas op booby traps. Oké, blijf jij buiten? Ja. Hou de wacht. Voordat mensen verdacht worden. Hier is niks. Nee. Oké, jongens, daar gaan we. We gaan naar binnen. Pas op booby traps. Oh my days, dit zijn lasers. Maar volgens mij is dat de kluis. Volgens mij is dat hem. Oké, laten we over de lasers heen springen. Komt-ie. Oké, gaan we doorlopen. Dan gaan we doorlopen. Oké, ik moet hier oppassen. Dit is de booby trap. Ik zie hem al hier. Komt-ie, hè? Spring er overheen. Ah. Oh nee, volgens mij heb ik hem af laten gaan. Oh nee, we openen hem wel gewoon. Harde schijf. Alarm! Alex. Alarm! Alarm! Oh nee! Ah! We zijn betrapt, David! Nicolas! Alarm! We moeten weg hier! Alex, we moeten weg hier, David! Waar zijn ze, jongens? Waar zijn ze niet? Waar is hij? Waar is hij? Pak hem! In het doolhof is hij! Hij is in het doolhof gaan rennen, jongens! Pak hem, met z'n allen! Hij ging in het doolhof in! Hij ging in het doolhof in! Hier rechts! Let's go, let's go, let's go, let's go! Wat zijn de slechte cards dat ze dat geloven? Rennen, David! Rennen, David! Naar de jeep toe! Papijn! We moeten versterking halen! Snel! Naar de ze zijn de doolhof ingegaan! Is wat is er precies aan de hand? Hij is in de torens! Snel! Hoezo de torens? Is het diep? Kom!
Ik ga de torens checken. Hoezo de torens? Het alarm komt daar van... Wat is er met deze guards aan de hand? Het alarm komt toch zo duidelijk daar vandaan? Ze zijn... Ze snappen het volgens mij niet helemaal. Waar gaan we? Moeten we terug naar de auto? Waar is de weg kan je? Waar is de jeep ook weer? Jeep is hier. Die is letterlijk hierachter. Kijk. Oh ja. Wat een slechte guards dat ze gewoon naar de torens ook gaan. We hebben daar een schijf. Dus hierop staat wie er wel en niet geabonneerd is op mijn kanaal. Kijk, ik denk dat we nu wel via de drip leaves moeten. Zo, kijk. David, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. We hebben hem. We hebben de schijf. Ze hebben niet door. Ze hebben het niet door. Oh nee. Dankjewel David. Dankjewel voor het opofferen. Hey, we hebben het gehaald jongens. We hebben een schijf gehaald. En je hebt gelijk allemaal mooie prachtige hoofdjes geslaagd. Nu kan je zien wie er nog niet geabonneerd is. Nu kunnen we gewoon deze schijf in mijn computer stoppen. En zien wie er nog niet geabonneerd is jongens. Dus het is maar beter dat je nu abonneert. Anders weet ik dat jij het bent. En dan heb je een groot probleem hoor. Jongens, kom hierheen. Bewakers, kom gezellig hierheen. Allemaal. Niet op mijn schietenbos, best alsjeblieft. Ik smeek het je. Kijk, dit zijn jullie. Julian, wat is er met jou gebeurd? Ja. Wat is er met je hoofd gebeurd? Hier heb ik hem trouwens voor je terug. En je dagboek, die mag je ook hebben. Oh, dankjewel. Jongens, ik vond het een leuke map. Ga jullie eens lekker op een rijtje staan hier. Jongens, ik vond het een hele leuke map. Jullie hebben goed je best in gedaan. Het was een goede legerbasis. Stop eens met eten, Julian. Ik weet dat je trek hebt en dat je het daglicht de 100 dagen niet gezien hebt, maar... Laat jij maar lekker naar de zon staan. Jongens, hebben jullie nog wat te zeggen hiervoor? Ja. Ja, nee. Oké, jongens, dan nu dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En laat nu even in de reacties een cijfer achter voor deze prachtige map die hier gemaakt is door de mannen en hele angstjagende boze vrouw. En dan nu kijk lekker deze video, want dit is met hetzelfde groepje. Maar dan hebben ze een gevangenis gebouwd en dan moest ik ontsnappen uit een gevangenis. Hele leuke video om te kijken. En dan nu spreek ik laatste glaasje wel. Tot de vliegvissen weer, jongens, meeschreeuwen. Ja.